Dat is voor het potje stilstaan, hij ziet me niet. Oh god. Wat is die vent aan het doen? Nee, nee, nee. Loop alsjeblieft de andere kant op. Loop alsje. Nee, 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 nee. Nee, je ziet me niet. Nee. Yo mensen, het is ons gaming en we gaan weer een nieuwe game doen. We gaan namelijk Player Unknown Battlegrounds doen. En ja, ik ben benieuwd. Ik heb het nog nooit gespeeld. Ik heb het niet op de PC gespeeld. Ik heb geen idee wat ik zo meteen moet gaan doen. Ik heb natuurlijk al video's gekeken en ik weet wel een klein beetje wat het is. Maar ik heb serieus echt verder geen enkel idee hoe of wat. Dus ja, we zullen wel zien. Ram keihard op die like knop als je meer van dit wil zien. En als ik hier zeg maar meer video's van moet gaan maken. Dus ram op die like knop en vergeet dus zeker ook niet te abonneren. Ik moet eerst een poppetje aanmaken, zie ik. Nou, we kunnen kiezen uit een vrouw of uit een man. Maar laten we maar gewoon ja, beginnen met een man. Hè. Dat is toch wel, ja, dat is toch wel beter. Nou, even kijken, wat kunnen we allemaal doen? Do you want to continue? Points are consumed. Ik heb geen idee. Moet ik gewoon deze man houden? Ik heb echt werkelijk waar geen idee, jongens. Kan ik mijn haar aanpassen? Geen idee, ook niet zo te zien. Reset. Ik weet het niet. We hebben wel 3000 punten, toch? Of niet? Of kost het? Nou, we kunnen dus niks aanpassen, schijnbaar. Nou goed, ik weet het niet. Nou goed, zou wel, kunnen we hier iets mee doen dan? Ja, we kunnen wel andere kleding aantrekken. Dat is... prachtig. Is dit? Ja, oké, okay, heel goed. Ah, kijk, helemaal in het wit bijna. Oh, mooi. Ja, oké. Okay, nou, trek deze box maar aan. Schoenen is op zich wel handig, denk ik. En de rest, ja, de rest moet je denk ik vrij gaan spelen of zo. Ik heb echt serieus werken qua geen idee. Noord-Amerika zullen we gewoon in Europa gaan spelen. Dat is misschien wat makkelijker, want, hè? Dus de verbinding wat beter. Rewards. There are no currency, no crates. Oké. Okay. Career. Ja. Oké, okay, nou, weet je wat? Laten we gewoon beginnen. Laten we gewoon beginnen. En ja, we zien wel solo. De solo's op het down voor 1. Ach, nee toch, hè. Zijn ze een... Oh, nee, ze zijn niet... Oh, oké, okay. Ik dacht dat ze eventjes nu down waren. Maar dat is gelukkig niet zo... Even kijken, de map is natuurlijk wel ontzettend groot. Dat heb ik wel in video's ook al gezien. Ik denk dat we gewoon... we gaan gewoon daar landen. We gaan gewoon op het grote eiland ergens landen, denk ik. Ja, oké. Okay. Er zijn al heel wat mensen die eruit gaan, zo te zien. Nou, daar gaan we dan. Eject, kom. Nou, daar gaan we. Nou, eens kijken waar we kunnen gaan landen, want... ik heb geen idee wat we gaan doen en waar we terechtkomen. We zullen zo snel mogelijk op zoek moeten naar een wapen. Eens kijken of we een beetje fatsoenlijk kunnen landen. Kom, duurt lang. Ja, daar zijn we bijna. Nou, goed, daar zijn we. Nou, op de grond valt wel mee trouwens met de lag en zo. Oké, ik heb helemaal niks natuurlijk. Kan ik hierin? Ja, hier kan ik in. Waarom doet hij het niet? Oké. Ah, kijk eens. Hier ligt gewoon meteen een wapen. Ja. Goed. We hebben hier wel een wapen gevonden. Dat is heel wat. Wat is het? Kunnen we dit meenemen? Energy drink. Pick up. Kom. Pak het op dan. Nee, je moet dit oppakken. Volgens mij heb ik... is het prima. Ik heb al meteen het een en ander gevonden. Proceed to play, I read market, bla bla, 5 minuten. Oké, okay, wat? Waar moeten we heen? We moeten hierheen, deze cirkel natuurlijk. Naar die cirkel moeten we naartoe. Volgens mij werkt dat op die manier net zoals die andere game. Nou, ik heb al een mooi pakje aan inmiddels. Ik heb een mooie bontjas aan. Echte Gucci jas heb ik aan. Ja, oké. Okay. Ik, ja, ga maar lopen. Ik heb geen idee. Volgens mij staat mijn wapen staat op single shot. Kan ik het aanpassen? Oh, nee. Ja, full auto. Even kijken of iets hier ligt of zo. Ja, nou, oké. Okay. Wie zat in de auto?
Maar we eerst even bij de huisje kijken nog. Hopelijk zit er niet ergens een of ander iemand met een sniper die mij dadelijk in één klap door mijn hoofd heen klapt of zo. Nou, ligt hier nog iets? Ja. Pak het, kom, kom met pants. Pak het. Drive, kom. Kom, ga erin zitten. Ja, daar gaan we. Oh, wat mooi. Ook echt even een rondje rijden voor de echte swag. Maar, ja, nu is de vraag: moet ik dus naar die grote cirkel of moet ik daar naar dat rode gebied? Want ik heb namelijk serieus geen idee. Ik ben nog helemaal niemand tegengekomen. Het is lekker rustig hier. Hier is natuurlijk wel een flink gebied. Oké, stap uit. We stuk het play RS area in 2 minutes. Ja, volgens mij moeten we daar gewoon heen, maar even kijken of hier iets ligt of zo. Ik heb verder toch geen idee wat ik aan het doen ben. Dus als het eerste potje het gaan verpoepen, dan maakt het natuurlijk verder weinig uit. Wellicht waar zit. Ik switch iedere keer gewoon naar van alles nog wat. Ik doe maar wat. Hier, oh, mooie, nog mooiere Gucci jas heb ik nu aan. Dit is echt swag. Eens even kijken. Oh, waar zit? Hier staat iemand, hier staat iemand. Waar zit? Nee? Och, ik heb een. Het is helemaal. Dat is. Ik denk al, er kan nooit iemand zijn, maar ik heb dus in ieder geval iemand iets overreden. In ieder geval één kill te pakken. Oké. Zitten we nou goed of niet? Ja, dat moet toch ook iets met dat rode gebied zijn, hè? Dan had ik misschien even van tevoren moeten gaan kijken wat dat precies was. Want ik rij nu een beetje zo lonely rond. Er is volgens mij echt helemaal niemand te bekennen hier. Holy shit. Er wordt hier. Ik zie mensen lopen, ik zie mensen lopen. Daar loopt. Oh, daar loopt iemand. Ja, daar liep iemand. Daar liep gewoon iemand. Ik ga gewoon rijden. Kijk wat er gebeurt. We zien het wel. Nou, ik heb toch maar besloten om naar die rode cirkel te gaan. Als iemand weet waar dat ding voor is, laat het alsjeblieft weten in de reacties. Want ik heb namelijk geen idee. Maar we gaan even kijken. Of we daar dus wel iets kunnen vinden. Want ja, volgens mij kunnen we hier niet eens heen, hè? Nee. Ik denk dat we maar gewoon weer terug moeten gaan. Oh. Er zijn er even nog steeds. Ja, er zijn er 61 man in leven. Waaronder ik dus. Hier wordt dus geschoten. Er wordt dus gewoon geschoten op mij. Ga eens kijken of iemand kunnen platrijden. Ik heb geen idee of het gaat werken. Oh, kut. We moeten gewoon trouwens lopen. Ja. Bekijk het maar. Houdoe. Nee. Oké, dit is niet goed. Volgens mij. Oh god. We moeten heel snel zien te komen. We moeten in die cirkel zien te komen. Oh nee, hè. Kom op, kom op. Waarom gaat deze auto nou niet sneller? Oh, ik ga langzaam dood op deze manier. Kom op, jongens. Rijden met die bak. Rijden met die bak. Och jee toch. Oh, we hebben het gehaald. Die ene vent die daar net aan het lopen was, die heeft het zeker niet gehaald. Dat kan haast niet anders, want die was echt, ja, die liep daar een beetje in zijn eentje. Die wist gewoon dat het einde dat aan zat te komen, die opende nog wat vuur op mij, maar er is zo dus leven bij. Maar waarom kan ik dit niet aanzetten? Waarom kan ik mijn bandetjes niet aanzetten, zeg maar? Waarom kan ik dan geen leven terugkrijgen of zo? Is dat normaal of wat is het? Oké. Nou, weet je wat? Dan niet. We gaan gewoon weer in onze. Oh, hier loopt iemand! Woe! Oh god, oh god, oh god, oh god. Niet zo moeilijk doen. Kom op! Och, nee toch. Och, daar ging ik. Nou, we zijn in ieder geval 47ste geworden. Hè? Ik word nog geteabagged ook. Ja, heel goed gedaan, jongen. Netjes, lekker hoor. Heel goed. Prachtig. Nou, rank points 66, kill points 20, hit points 30. Nou, we hebben in ieder geval iets gedaan.
Nou, daar gaan we weer. We gaan weer naar het volgende potje. Het eerste potje net was natuurlijk gewoon een beetje beginnen. Kijken wat we godsnaam allemaal kunnen doen in deze game. En ik moet zeggen, ik snap er nog steeds niet zo heel veel van. Ik weet nog steeds niet waar die rode cirkel voor is. Dus dat is dat. Ja, we gaan eens even kijken waar we dus nu weer terecht gaan komen. Net heb ik het eerste gedeelte hier overgeslagen. Dus kijk, er gaan al mensen uit. Ja, er gaan al zeker mensen uit. Maar ik denk dat ik gewoon wat langer wacht. Ik ga nu hier sprong ongeveer de vorige keer uit, volgens mij. Dan kom ik daar ergens terecht, dacht ik zo. Weet je wat? Waar gaan we heen? Ik heb geen idee. We gaan gewoon. Ja, hier gaan we eruit. Hopskee. En dan mikken we gewoon op. Dat. We gaan hier naartoe. Dit ziet er mooi uit. Wat is dat? Een of ander. Ik heb geen idee wat het is. Maar, oh god, er is nog iemand hier. Er is nog iemand. Ah, nee, hè. Er is gewoon nog iemand die hier ook naartoe komt. Ah, zul je zien dat ik daar meteen binnen 2 seconden dood ben. Er landen zelfs meerdere mensen hier. Oh. Nou, kom op de grond. Op de ground. Kom op. Ah, land ik ook helemaal nog van het huis vandaan ook nog. Daar loopt alweer iemand. Er zijn heel veel mensen dus die hier naartoe zijn gegaan. Nou, weet je wat? Ik ga gewoon, we zien wel. Waarschijnlijk ben ik een van de eerste deads. Zo vermoeden heb ik, zeg maar. Ik denk niet dat het iets gaat worden. Ik kan nu nog wel proberen weg te lopen, bijvoorbeeld daar naartoe. Misschien moeten we dat eigenlijk maar gewoon doen. Diegenen die nou in dat gebouwtje zitten, die hebben waarschijnlijk sowieso alweer... die hebben sowieso waarschijnlijk alweer een wapen te pakken. En daar landt ook nog iemand. Oké, ik moet echt gaan, ik ga gewoon lopen nu. Bekijk het maar hier. Daar loopt ook iemand... Die ziet mij niet. Er loopt wel iemand. Die is waarschijnlijk al in die gebouwen geweest. Nou ja, dan hebben we dus kans dat we dus niks hebben. Ah, daar waren ook... ik loop gewoon een heel dorp voorbij trouwens. Daar zijn allemaal huisjes daar. Nou, we gaan gewoon even kijken wat hier, of hier iets te vinden is. Als ik er überhaupt in kan. Want ik zie hier dus een hoog hek. Of in ieder geval, ja. Ik weet niet of ik dus hier in kan. Ah, daar kan ik erin volgens mij. Nou, oké. We moeten eigenlijk ook iets van vervoer hebben natuurlijk. We moeten eigenlijk wel zorgen dat we iets van een auto hebben. Want dadelijk gaat die... dan wordt het gebied weer kleiner daarna. Dan is het weer... dan is het klaar, zeg maar. Wat zag ik daar? Oh nee, oké. Okay. Wel? Was dat iets? Nee, ik zie gewoon dingen. Ik zie gewoon dingen die er niet zijn. Dat is het gewoon. Nou, eens even kijken. Hebben we ergens iets... een stun grenade? Ja. Nou, daar gaan we de oorlog maar wel mee winnen. Ik heb hier wel een stun grenade. Als iemand, ik nou iemand tegenkom, kan ik hier wel een stun grenade gooien. Kom op, dan moet er gewoon iets liggen hier. Uh-oh. Kom, laat alsjeblieft iets van een wapen liggen hier ofzo. Smoke grenade. Ja, granaatjes hebben we genoeg deze ronde hoor. Oh, hier zit iemand, En die heeft een wapen bij zich, oh mijn god. En hij heeft me gewoon niet gezien of gehoord. Oké, en nu? Ik blijf hier gewoon stilstaan. Ik blijf hier gewoon de rest van het potje stilstaan. Hij ziet me niet. Oh, god. Wat is die vent aan het doen? Nee. Loop alsjeblieft de andere kant op. Loop alsjeblieft. Nee, je ziet me niet. Nee. Ze zien me gewoon niet, hè? Dit kan toch niet? Ach, nee. Oh, ik had eigenlijk wel een flashbang kunnen gooien of zo, of iets, of een smoke grenade. Dan was ik in ieder geval nog een klein beetje, ook iets gedaan, zeg maar. Maar dit was echt, dit was mooi. Nou, dat was het geweldig potje. We zijn in ieder geval weer niet laatste geworden, dus dat is allemaal hartstikke goed. Maar ja, we hadden geen wapen, dus dat was een beetje kansloos dit. Nou ja, op naar de volgende maar weer dan. Nou, ik wou deze video eigenlijk nog een potje doen, of misschien zelfs nog wel 2 of 3. Maar helaas, de service ligt eruit. Dat zagen we net ook al een berichtje van dat het eventueel zou kunnen gaan gebeuren. Dus helaas. Dit was in ieder geval mijn eerste PlayerUnknown Battlegrounds video. Als jullie het leuk vinden, laat me dan weten. Dan kan ik daar meer van gaan uploaden. Ik vind het op zich best wel leuk om te spelen. Ik moet wel even echt helemaal even mee gaan verdiepen hoe dat nou precies werkt. Want ik bakte er, om eerlijk te zeggen, natuurlijk gewoon helemaal niks van. Dus heb je nog tips? Nogmaals, laat me dat weten in de reacties. Vergeet ook zeker niet te liken en te abonneren. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Adios en houdoe!